Dank u wel. Ik hoorde mevrouw Kat iets noemen over het aanbieden van gratis menstruatieproducten. Ja. Nou is er op 22 september een motie ingediend door collega Dassen. Klopt. Waarin staat, dat ging over gratis menstruatieproducten aanbieden op scholen. En dat was eigenlijk alleen nog maar een verzoek in aanloop naar deze begroting om de kosten in kaart te brengen en een voorstel te doen hoe dat zou kunnen. En daar heeft D66 tegen gestemd, volgens mij. Klopt dat? Ja, mevrouw Kat. En dan vraag ik me af, waarom komt D66 dan nu met zo'n voorstel? Mevrouw Kat. Ja, er was een motie van Volt en ik heb ook contact met ze gehad. Het ging over een motie om menstruatieartikelen voor iedereen in Nederland beschikbaar te stellen. Verzoek was destijds ook om het aan te houden voor sociale zakenbegroting. Juist om te kijken naar de dekking van dit voorstel, want dit kost zeker geld. En ik heb gekeken met Volt samen naar de begroting die voor ons ligt. En met de financiering vanuit Europa, ESF-gelden, zouden wij materiële hulp, dus menstruatieartikelen, als persoonlijke verzorgingsproducten kunnen oormerken en van dat bedrag kunnen laten plaatsvinden. Daarom denk ik dat het nu zeker haalbaar moet zijn om dat te doen. Mevrouw Van der Plas. Ja, maar die motie die vroeg niet om het al te doen. Die motie die vroeg om in de aanloop naar de begroting van SZW, Sociale Zaken Werkgelegenheid, om de kosten in kaart te brengen. En dat verzoek om gewoon de kosten in kaart te brengen, van nu al een eindje op weg kunnen zijn, daar heeft D66 ook tegen gestemd. En ja, ik vind dat toch een beetje vreemd, want ik zie dat vaker hier aan de Kamer, dat er vanuit een oppositiepartij gewoon een heel constructief voorstel wordt gedaan. En er wordt helemaal niet om miljoenen gevraagd of het moet meteen volgend jaar op scholen voor iedereen beschikbaar zijn. En dat vervolgens daar tegengestemd wordt en dat vervolgens een coalitiepartij dan eigenlijk heel kort daarna met een soort gelijkvoorstel komt. Waardoor, ja, de collega Dassen is nu niet aanwezig. Maar waardoor je het gevoel hebt als oppositiepartij van, oh, dan mag ik achter de coalitie aanhobbelen. En dan gaan zij straks zeggen van, oh, kijk, ons is het geregeld hebben. En ik snap dus die, ik vraag me altijd af, welke overweging is er dan? Want een verzoek om de kosten in kaart te brengen, dat lijkt mij een heel normaal verzoek waar niemand minder van wordt. Mevrouw Kat. Ja, ik heb samen juist ook met Volt daarover contact gehad en dit voorstel verder uitgewerkt. En ik denk dat er nu een heel concreet duidelijk voorstel ligt om het waar te maken. Ja, dus dat is een hele duidelijke actie. Mevrouw Van der Plas. En is D66 dan bereid om de credits bij Volt te laten? Jazeker, ik heb al 3 keer, 4 keer Volt genoemd. Dus mevrouw, ja. Koekoek en de heer Dassen. En overigens, ik zie niet, wij kennen elkaar nog niet persoonlijk, maar ik ben niet bezig met oppositie en coalitie. We doen dingen voor het land. En als het belangrijk is, dan gaan we samen met elkaar aan de slag. En volgens mij heeft u ook heel veel moties ingediend die we vandaag bijvoorbeeld ook voor hebben gestemd. Dus ik zie daar geen verschil in tussen uw werk en mijn werk. Laatste vraag van mevrouw Van der Plas, BBB. Ik heb het BBB helemaal niet genoemd. Ik heb het er nu alleen eigenlijk over de collega's van Volt. Omdat ik vond het juist een heel sympathiek voorstel. Ja, ik ook. En zelf ben ik ook helemaal niet tegen dat het voor iedereen is. We zien nu ook een heleboel werkende mensen, die komen nu ook in de armoedeval. Buiten het feit, ja, als je vrouw bent kun je er niks aan doen. Dat gebeurt nou eenmaal, het is niet een keuze. Dus ik zie niet in waarom dat niet voor iedereen zou kunnen. Maar dan zie ik het voorstel graag tegemoet. En dat dan de indieners Volt/D66 zijn. Dat zou ik voor de collega's van Volt wel net zo eerlijk vinden. Goeie suggestie voor Volt.